Hey, tof dat je kijkt. Dit is de mountainbike route van Schorrel in Noord-Holland. Flinke upgrade gehad. En wat kunnen we verwachten, Wouter? Nou ja, eigenlijk is er nog een kilometer of 8-9 van de oude bestaande route. En daarboven zijn twee gewoon compleet nieuwe lussen. We hebben drie lussen: Noord, Midden, Zuid. Noordlus, in mijn ogen de fysiek de moeilijkste. Stijl omhoog, stijl naar beneden. Gewoon nergens even de rust om uit te rusten. Middere lus, lekker flowy, wat glooiender, nog steeds wel stevige klimmetjes erin. En dan de bekende Zuidlus, waar gewoon nog de nok in zit, de knee, Koninginnenduin en dergelijke, wat eigenlijk de bekende school is. Stukje uniek gebied, duingebied, ja, een van de mooiere routes van Nederland. Dat denk ik ook. En het mooie hier vind ik dat de route zonder machines gemaakt is, dus dat je echt het idee hebt dat je in het bos aan het fietsen bent. En niet op een gemaakte, geshapte baan. Echt even anders. En wij starten bij de Noordelijke Lus. Let's go. Let's go. Dat was Lusje Noord. En inderdaad pittig vanwege de steile klimmetjes, wat je al zei. Maar ook de afdalingen zijn relatief technisch voor Nederlandse begrippen. Zeker nu het heel zanderig is. Dus in de winter zal het ietsje lekkerder rijden. Desalniettemin hebben we toch wel pret hier. En we zijn aangekomen bij een splitsing. Het is heel duidelijk aangegeven. Als je Noord verder wil pakken, ga je naar links. En als je naar Midden wil, dan ga je rechtdoor. Wij zijn natuurlijk gestart op de Noordlus. We hebben net een stukje Middenlus gepakt. En dan krijg je al snel een aftakking naar de Zuidlus. Die pakken we nu eenmaal mee en dan pak je daarna weer de Middenlus op richting het noorden. Ja, en de Zuidlus is eigenlijk de oude route voor het grootste gedeelte. Maar ik moet zeggen dat tot nu toe het extra gedeelte echt wel top. Zeker weten, het is Schorrel Plus, vind ik zelf. Meer uitdaging, fysiek zwaarder. En echt eigen karakter. Superleuk. Ja, oké. Nou, daar gaan we. De legendarische De Nok klim en de afdaling zit gelukkig nog steeds in de route. Dat is mooi, want dat is toch wel een soort iconisch stukje mountainbiken hier op Schorrel. Dus let's go.
En dan zitten we nu ondertussen weer op de middenlus. Goed, nieuwe schorrelroute. Hij is mooi aangepakt. De reden dat hij natuurlijk aangepakt moest worden was minder leuk. Alleen wat ze er nu voor hebben teruggekregen en hebben aangelegd is gewoon echt dik de moeite waard. Unieke omgeving, unieke ondergrond, unieke route. Pittig wel, qua hoogtemeters. Maar ik denk dat het wel misschien wel de zwaarste route van Nederland is. Misschien wel de zwaarste route van Nederland. Ook wel technische stukken vanwege het zand uitdagend, maar ook... Ja, veel trappetjes die wel als drop gezien kunnen worden. Sommige ook wel echt als drop genomen moeten worden. Ja, houdt elementen om te klimmen. Een soort Noordshore omhoog. Omdat je anders ook echt niet boven gaat komen. Zeker als het zoals nu droog is. Nou ja, goed, het is gewoon naar beneden omhoog, naar beneden omhoog. Zeker in de Noordlus. Kort. Ja. Kort, relatief korte klimmetjes, korte afdalingjes. Ja, de Zuidlus is natuurlijk bekend bij iedereen. Een paar lange klimmen verder, lekker glooiend. En de Middenlus is een beetje ertussenin. Wat langere klimmen ook erin. Wat langere afdalingjes, maar ja, wel uitdagend. Zeker. Dikke, dikke aanrader. Zeker weten. Oké, nou geef even een like. En tot de volgende. Bikeguide ook een like. Geef ook Bikeguide even een like. Ciao. So.